welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mij opmaken met de goedkoopste make-up van de Douglas. Ik heb laatst ook al zo'n video geplaatst, maar dan met de goedkoopste make-up van Boozy Shop. En jullie vonden die video zo leuk dat jullie heel graag nog zo'n video wilden zien, maar dan van de Douglas. Als je nog een andere winkel weet, let me know beneden in de reacties, want dan maak ik die video ook. Maar vandaag gaat het dus over de Douglas. Dus ik ben de hele Douglas online afgestruind naar allemaal de goedkoopste make-up. En dat heb ik allemaal al ingeslagen. Een aantal producten had ik al, maar het meeste had ik nog niet. Dus echt het meeste is nieuw. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze make-up gaat werken. Vooral omdat het allemaal zo extreem goedkoop is, hoop ik gewoon dat het merendeel goed gaat zijn. Want ja, er is gewoon niks leukers dan een goede goedkope make-up vinden. Dus zoals ik al zei, van de make-up die ik al had, weet ik al wat ik ervan vind. Dus dan kan ik al gewoon gelijk mijn mening erover geven. Maar het meeste is gewoon helemaal nieuw voor mij. Dus ja, we gaan gewoon even kijken wat we ervan vinden. Dus laten we de intro niet te lang maken. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, ik ben echt best wel enthousiast voor al deze make-up. Oh my god! Ik had net eventjes al een make-up bekeken, want het is al een tijdje geleden dat ik dit allemaal heb besteld. En ik zag dat ik geen primer heb. En ik heb echt geen idee waarom niet. Dus ik ga gewoon een hele goedkope gezichtsprimer van mezelf gebruiken. Ik ga in met mijn Elf Body Primer om mijn gezicht lekker mooi egaal te maken. Ik weet echt niet waarom ik geen primer heb. Het is al zo lang geleden dat ik dit heb besteld. Dus ik heb ook echt geen idee waarom ik dat niet heb gedaan. Ik heb nog wel eventjes online gezocht naar wat de goedkoopste primer was. En ja, ik heb het gewoon niet. Dus ik heb geen idee waarom niet. Ik breng de primer echt alleen maar hier zo aan. Want als je deze over je hele gezicht aanbrengt, dan gaat het niet helemaal goed. Want dan gaat het je hele gezicht te glad maken. Dus het is echt alleen maar voor hier, voor bij de poriën. En meer niet. Ik geef vandaag een beetje J-Lo vibes. Vinden we niet? Met deze off-shoulder en deze grote hoep. Oorbellen en zo. Niet dat ik op haar lijk, maar een beetje zo die vibes, weet je wel. Oké, dan foundation. De goedkoopste foundation daar was deze foundation van The Ordinary. Deze foundation heb ik al, alleen deze kleur is een beetje donker. Dus ik dacht, ik haal nog een lichtere kleur en dan kan ik ze misschien mixen. Deze kleur matcht met mij echt letterlijk op de dag dat ik heb gezelfbruind. Dus wanneer ik echt op mijn donkerst ben, dan matcht deze. En nou ben ik iets lichter. Ik zou hem wel kunnen laten werken, maar ik ga hem gewoon mixen met een iets lichtere kleur. De donkere kleur die ik heb is 2.1Y. En deze lichte kleur is 2.0Y. Dus allebei light medium met gele ondertonen. Alleen de ene is iets donkerder dan de andere. Ja, dit is dus echt weer iets te licht. Dus ja, we gaan gewoon lekker twee kleuren mixen. Ik kan bij hun niet echt de perfecte kleur vinden voor mijn huidskleur. Het is echt of te donker of te licht. Maar ja, als je het goed mixt, dan heb je gewoon een goede kleur. Meestal. Oh mijn god, mensen, er komt gewoon niks uit. Oh. Nu wel. Ik moet zeggen dat het echt een fijne foundation is. Wacht even hoor, even mijn oorbel uitdoen. Het is echt een volledig dekkende foundation. Hij voelt best wel goed aan, vooral voor die lage prijs. Ik vind hem echt super fijn. Ik heb hem echt al best wel vaak gebruikt en zo. En ik ben er echt best wel tevreden mee. Vooral omdat hij echt zoveel dekking heeft. Dat vind ik gewoon echt super, super fijn. En hij blijft gewoon best wel lang goed zitten op je huid. Zeker wel 8 uur. En dan begint hij er een beetje af te gaan. Maar I love it. Ik vind hun concealer ook super fijn. Dus ik raad deze producten zeker aan. Ik had dus mijn NYX Cosmetics Spons opnieuw besteld. Heb ik toch gewoon de verkeerde besteld. Ze lijken heel veel op elkaar. Maar dit is niet die ik altijd gebruik. Ik gebruik die beetje meer vierkanten, zeg maar. En ik vind die andere echt super fijn. Deze vind ik niet zo fijn. Want hij is best wel hard. En ik wil ze toch altijd iets zachter hebben. En nou heb ik geen andere spons meer, want die andere is in de toilet gevallen, dus die ga ik niet meer gebruiken. En nou heb ik gewoon geen make-up spons meer, dus ik heb weer een aantal andere besteld. Deze had ik dus gelijk opnieuw besteld, maar ik had gewoon de verkeerde besteld. Wat een gezeik, maar ja, whatever. Oké, het ziet er nou een beetje geel uit, maar dat wordt minder, jongens. Geen gezeur alsjeblieft. Wat ik wel minder vind hieraan qua verpakking is, ze hebben geen dop. Dus ze gaan niet dicht. Je kunt ze wel zo dicht draaien, zeg maar. Dat wel. Alleen ja, ze blijven gewoon een beetje vies hier en zo. Ik had toch wel liever iets van een dop gewild. Maar ja, whatever. Volgens mij heb ik ook geen cream contour. Hoezo heb ik allemaal alles zo halve bak besteld, joh? Wat is er mis met mij? Ik heb geen cream contour en ik wil wel heel graag mijn gezicht cream contouren. Dus ik gebruik gewoon even een cream contour van mezelf. En af is ook weer een hele goedkope. Ik gebruik de cream contour stick van Max & More van de Action. Dit is de kleur dark volgens mij. Ja, de kleur 148 dark.
Oké, nou dit ging allemaal helemaal prima. Nou gaan we verder met concealer. En dit is het moment dat ik mijn gezicht ga verpesten. Want de goedkoopste concealer, de op één na goedkoopste concealer, was die van The Ordinary. Dus die was heel fijn geweest en die heb ik al. Dus die had ik dan niet eens überhaupt hoeven te kopen. Maar er was er nog eentje goedkoper. En dat was deze stick. Deze concealer stick van Benecos. Jongens, wat is dit? What in the kindermake-up is going on? Kijk ook die kleur. Ze hadden dus twee kleuren en ik was zo lang aan het twijfelen over de kleuren. Maar de kleuren leken best wel donker. Dus ik dacht, ik ga voor de lichtere kleur. Maar dit is gewoon letterlijk wit. Dus en het is een concealer stick, wat ik al helemaal niks vind. Waarvan ik al weet, dat gaat gewoon niet werken. Is vaak veel te droog voor mijn droge huid. En de kleur is niet goed. Dus ja, topje dit. Kon ik maar gewoon die concealer gebruiken van The Ordinary. Dat was echt geweldig geweest. Oh, dit is zo droog. Voor de mensen die het nog niet weten, ik heb een droge huid. Dat herhaal ik echt in elke video. Oh, ik voel gewoon dat het de make-up eronder aan het afhalen is. Wat een gezeik. Ik ga vandaag echt een slechte concealerdag hebben. En ik wil deze make-up vandaag de hele dag ophouden. Want ik heb vanavond een filmavondje bij mijn zus thuis. Dus dan ja, is het wel leuk als ik gewoon deze make-up op kan houden. Maar ja, als het er straks echt niet uitziet, dan ga ik gewoon zonder make-up. Ik breng het gewoon overal aan waar ik normaal ook gewoon concealer aanbreng. Er is ook echt gewoon nul dekking. En dan gewoon weer inblenden met mijn sponsor. Benecos is een 100% natuurlijk betaalbaar merk die te koop is bij de Douglas. Dus als je geïnteresseerd bent in dat, dan is Benecos wel leuk om te proberen. Ze hebben best wel veel fijne producten, alleen deze concealer ain't it. Hier is het gewoon rood. Ik zie gewoon hier een rood plekje. Ik zie gewoon mijn huid hier gewoon. Dus het heeft daar helemaal de make-up eraf gehaald. Oh my god. Concealer is zo'n belangrijke stap. Dus als dat niks is, dan kan dat altijd best wel gewoon je hele gezichtsmake-up verpesten. Oh, echt rampzalig. Het enige wat ik wel fijn eraan vind, is dat het heel licht ligt op de huid, zeg maar. Het is gewoon alsof je niks op hebt, maar het is ook letterlijk alsof je niks op hebt. Er is ook gewoon echt geen dekking, helemaal niks. Ik denk niet dat ik nog hoef te vertellen dat ik hem niet aanraad, toch? Oké, dan poeder. De goedkoopste poeder was ook van Benecos, maar deze had ik al. Dit is in de kleur Light Sand en deze vind ik fijn. Dit is echt best wel een fijne lichtgewicht poeder. En ik had ook gezien op de site dat heel veel mensen hier best wel goede recensies over hadden achtergelaten. En ik vind hem ook fijn, dus deze poeder raad ik wel aan. Ik moet wel zeggen dat de poeder niet bepaald lekker ruikt ofzo. Ik heb ook niks nieuws qua poedercontour. I'm sorry, heb ik ook helemaal niet aangedacht. Dus ik ga mijn Revolution Contour paletje gebruiken, de kleur hier, om even snel mijn neus te contouren. En dan ook even snel mijn Maxamor Fixing Spray sprayen om alles mooi in elkaar te blenden. Oké, ik ga beginnen aan de oogmake-up, jongens. Het goedkoopste oogschaduwpaletje was van Elf Cosmetics, deze Bite Size Eyeshadow Palette. Deze paletjes zijn slechts 4 euro. Oh. Deze paletjes zijn slechts 4 euro, super goedkoop. En ik heb ze al. Ik had al 2 versies. Ze hebben best wel veel versies hiervan. Deze 2 had ik al, want ik heb hier een hele video over gemaakt. Dus mocht je die willen zien, die staat online op mijn kanaal. En in die video maak ik een look met beide deze paletjes. Volgens mij heb ik in die video 1 paletje per oog gebruikt. Dus ik dacht, ik ga niet weer deze paletjes gebruiken. Ik ga een andere versie kopen. Dus ik heb deze gekocht. De iets meer naturel versie. Want dit zijn wat ja, meer heftigere kleurtjes. Dus ik dacht, misschien is het leuk om een meer naturel soft look te maken. Dit is de versie Cream and Sugar. Je hebt dus 4 kleuren. Waarvan de middelste 2 glanzende kleuren zijn. En de buitenste 2 zijn mat kleurtjes. Dus hiermee ga ik even snel een lookje maken. We gaan inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met deze donkere matte bruine kleur. Er is basically maar 1 goede bruine matte kleur. Er is hier nog wel een andere matte kleur, maar deze is zo licht. Ja, ik weet niet wat ik per se hiermee zou moeten doen in principe. Dus in principe heb ik maar 1 matte kleur die ik kan gebruiken. Maar als je slechts 1 matte kleur hebt, normaal gebruik ik iets van 2-3 matte kleuren in mijn crease om het een beetje op te bouwen van licht naar donker en zo. Maar ik ga laten zien hoe je dat ook kunt doen met gewoon maar 1 kleurtje. En dat effect is ook gewoon te behalen als je gewoon harder drukt of minder hard drukt. Als je een kleur heel hard aanbrengt, dan wordt het donkerder. En als je het gewoon iets lichter aanbrengt, wordt het iets lichter. En dan creëer je een beetje de illusie dat je een aantal verschillende kleuren hebt gebruikt, terwijl je slechts 1 kleur hebt gebruikt. De kwast die ik gebruik is deze platte fluffy kwast van Zoeva 227. En dan ga ik beginnen met die kleur in te drukken op mijn ooglid bij de buitenste hoek. Dit mag echt gewoon best wel heftig. Hier mag best wel veel
pigment zitten. Dus gewoon lekker hard drukken. Dit zijn ook, by the way, best wel fijne paletjes. Ik was er best wel tevreden over voor de mensen die die ene video erover hebben gemist. Het zijn echt wel fijne paletjes. Vooral voor de extreem lage prijs. En ze zijn zo klein. Dus heel handig om mee te nemen op reis en zo. Dus dat is top. Oké, ik heb mijn kwast een beetje schoongemaakt. En dan pak ik weer een heel klein beetje van die kleur. En dan aftikken. En dan ga ik het blenden. Dus hiervoor moet je niet te veel kleur gebruiken. Anders wordt het echt een bende. En dan gewoon heel lichtjes gaan blenden bij de randen in je arcadeboog. Gewoon heel rustig aan, mensen. Neem gewoon echt je tijd. Vooral als je met zo'n donkere kleur werkt. Kijk nu al, het lijkt nou echt alsof hier twee kleuren zijn. Alsof hier een hele donkere bruine matte kleur zit en hier een iets lichtere bruine kleur. Terwijl het is gewoon allebei dezelfde kleur. Maar als je gewoon hier zo hard drukt, wordt het donkerbruin. En dan als je het hier heel lichtjes aanbrengt, wordt het gewoon lichtbruin. Dus dat is een handig trucje als je slechts één kleurtje kunt gebruiken. Dan pak ik de nude matte kleur hier. Die kleur breng ik aan met de fluffy kwast, Sueva kwast 228. En dan met die kleur ga ik de randen een beetje zo uitblenden om het een beetje soft te maken. Ook dit is een handig trucje als je het toch allemaal iets te hard vindt en het iets meer soft wilt maken. Pak dan gewoon zo'n lichte nude kleur en blend het uit bij de randen. Er is wel een heel klein beetje fallout hier. Even dus zo afhalen. Mensen, kijk, I love it. Echt fantastisch dit. Die donkere bruine kleur breng ik dan ook zo aan op de onderste wimperrand. Maar niet helemaal zo alles. Ik stop ongeveer zo op de helft. Oké, dit is het dan voor nu. Kijk jongens, gewoon dit allemaal met slechts één kleur. Echt top. Dan pak ik de bronzie glanzende kleur hier. Die pak ik gewoon zo een beetje met mijn vinger. En dan ga ik die gewoon zo aanbrengen over mijn hele ooglid. Wauw, kijk hoe mooi heftig. Deze kleuren zijn echt zo goed voor zo'n ontzettend lage prijs. Niet te doen. Dan pak ik de lichtere glanzende kleur. En die kleur breng ik aan in de binnenste ooghoek. Om het daar zo een beetje te verlichten. Die kleur is echt heftig, joh. Wauw. Nou jongens, is dit toppie of is dit toppie? Ik heb alle kleuren gebruikt uit het paletje. En ik heb gewoon een hele mooie look kunnen creëren. I love it. Deze paletjes. Ook de andere twee zijn echt super leuk. Dan wil ik ook nog een bruin oogpotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. En de goedkoopste was van het merk U-Star. Ik heb ook een hele video gemaakt over dit merk. Dus die staat ook al op mijn kanaal. U-Star is een nieuw merk bij Douglas. En ik heb de bruine kleur. Er staat verder niet echt een kleurnaam volgens mij op. Maar het is gewoon de bruine. Volgens mij hadden ze er maar twee. Zwart en bruin. De verpakking is echt best wel mooi. Al hun verpakkingen zijn allemaal best wel chic en mooi. En dit is dan hoe het potloodje eruit ziet. Hele mooie bruine kleur. Er zit een beetje een glans doorheen. Dus het is niet helemaal mat. Het is een beetje een glanzende bruine kleur. Deze ga ik dus aanbrengen in mijn waterlijn. Dan ga ik ook een winged eyeliner aanbrengen. En de goedkoopste was deze van Elf Cosmetics. De Precision Liquid Eyeliner. En het is gewoon een zwarte kleur. Deze ziet er op zich best wel goed uit. Dus ik denk dat die wel goed gaat zijn, hoop ik. Dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon zo'n zwarte matte verpakking. En dit is dan het kwastje. Gewoon zo'n klein dun kwastje. Jongens, deze eyeliner is fijn. I love it. Hij is zo goedkoop. Hij is echt best wel goed gepigmenteerd. Lekker zwart. Hij droogt ook gewoon mat op. Hij moet nog wel een beetje opdrogen. Maar hij droogt gewoon mat op. I love it. Deze is echt een aanrader. Oké, dan mascara. Ik had het niet helemaal door, maar ik heb de goedkoopste mascara besteld. Maar volgens mij was dit de goedkoopste, omdat ik de fun size heb besteld. Dit is de kleine versie. Ik had helemaal niet door dat ik de kleine versie heb besteld. Dit is van Benecos, de Natural Mascara. Maar dit is dus fun size, dus daarom was hij waarschijnlijk de goedkoopste. Hij is echt super klein, maar dat had ik dus helemaal niet door. Ik moet wel zeggen dat hij er niet echt veelbelovend uitziet. Kijk hoe klein dit is. Ik ga stuk. Oké, nou, ik ga hem gewoon gebruiken. Nou, deze mascara doet echt werkelijk waar helemaal niks voor je wimpers. Dus deze gaan we niet meer kopen. De nep wimpers die ik ga opdoen zijn van mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met Boozy Shop in de stijl Fablash. Wie heeft mijn wimpers al ingeslagen? Let me know beneden in de reacties of je mijn wimpers al hebt, welke je hebt en wat je ervan vindt. Ik ben echt super benieuwd. Oké, mensen, ik heb een kleine boeboe gemaakt. Ik heb een klein foutje gemaakt met de blush, want ik heb een cream blush en ik heb al poeder aangebracht. Ik maak deze fout al
altijd. Altijd van tevoren denk ik nog na. Van Sarah, niet vergeten. De blush is een cream blush. Dus niet poeder aanbrengen. En toch maak ik elke keer weer deze fout. Maar ik ga hem gewoon alsnog aanbrengen. Maar zoals veel van ons weten. Als je een cream product op een poeder product aanbrengt. Dan blendt hij niet meer goed. En al die dingen. Dus ja, ik hoop gewoon dat het gewoon alsnog goed gaat. De goedkoopste blush was deze blush van Elf Cosmetics. Dit is dus een cream blush. De Monogrammatic Multistick. Of zoiets. Ik weet even niet welke kleur ik heb. Want er staat, er waren een aantal kleuren. Maar ik zie geen kleurnaam. Maar ik zet sowieso alles beneden in de beschrijving. Ik hou van cream blushes, dat weten jullie. Maar het is me tot nu toe nog niet gelukt om een goede betaalbare cream blush te vinden. De beste cream blushes in mijn mening zijn die van de Make-up Studio. Die zijn echt de beste, maar niet heel betaalbaar. Dus als deze goed is, dan heb ik eindelijk een goede betaalbare cream blush gevonden. Oeh, ik ben hem aan het swatchen op mijn hand en hij voelt wel echt heel creamy aan. I love it. De kleur ziet er ook heel mooi uit. Ik baal wel echt nu heel erg dat ik al poeder heb aangebracht, maar ja, whatever. Ik gebruik altijd zo'n soort kwast. En dan pak ik gewoon een beetje hiervan af. En dan breng ik het gewoon zo aan. Oeh, dit gaat op zich wel gewoon goed. De kleur is echt prachtig. Wauw. I love the kleur. Het is wel echt heel glanzend. Er staat ook op multichrome of hoe was het nou? Monochromatic of zoiets. En ik denk dat dat is wat ik zie. Ik zie echt helemaal zo'n glans. Oh mijn god, er zitten allemaal van die stukjes, zeg maar. Ik weet niet of je het echt heel goed ziet op beeld, maar er zitten allemaal zo van die glittertjes doorheen in het goud. Dat vind ik wel iets minder. Ik hou niet zo van zo'n hele glitterige blush, maar hij is wel echt heel mooi. De kleur is wel echt heel mooi, dus dat is wel top. Deze blush heeft zoveel glans dat je letterlijk geen glow meer hoeft aan te brengen gewoon. Maar dat ga ik wel doen, of course. Want de goedkoopste highlighter was deze van Elf Cosmetics. Deze heb ik al ooit gehad en weggedaan. Maar nu heb ik hem dus weer opnieuw moeten halen. Even kijken, ik heb de kleur Moonlight Pearls. En dit was ook de kleur die ik had. En die kleur is gewoon mooi. Het is gewoon een fijne highlighter. Niet heel wauw of zo, maar ook absoluut niet slecht. Oh nee, wacht. Yo, mensen, ik weet niet wat het is vandaag. Maar ik ben echt all over the place. Ik moet eerst mijn bronzer aanbrengen. De goedkoopste bronzer was deze Sleek bronzer. Die er letterlijk in één kleur was. Dit is de Face Form bronzer in de kleur Literally. Maar ja, er was maar één kleur. Dus ja, ik denk dat er wel een aantal kleuren zijn. Maar dat ja, er daar maar één kleur werd verkocht of zo. Dat is dan maar waar ik van uitga. Dit is hoe de bronzer er van binnen uitziet. Volgens mij is er een hele lichte glans erheen. En we krijgen een spiegeltje. Dus de verpakking is echt heel erg mooi. Best wel een chique verpakking. Hij voelt ook best wel zwaar aan. We gaan hem aanbrengen. Deze blush is zo heftig. Het is alsof hij heftiger wordt. Kan dat? Kan het zo zijn dat hij heftiger wordt? Ik weet niet. Mensen, word ik nou gek? Maar het lijkt gewoon alsof hoe langer die blush op mijn gezicht zit, hoe heftiger die wordt ofzo. Zo raar dit. Oké, de bronzer is op zich echt best wel mooi. Had ik echt absoluut niet verwacht, maar het is best wel een mooie bronzer. Oké, en dan nou gaan we in met deze Elf Baked Highlighter. Wat ik me nog wel herinner is dat hij niet veel afgeeft, maar je moet zo één laagje eraf schrapen. En dan wordt hij wat heftiger. Dus dat ga ik eerst doen en dan pas ga ik hem aanbrengen. Je moet gewoon met een schaar of een mesje of zo gewoon zo één laagje eraf schrapen. En dan wordt hij heftiger. Wow, super heftig. Oh my god. Jongens, kijk even deze glow. Oh my god. Oké, dan last but not least de lippen. De goedkoopste lipstick was deze van Elf Cosmetics. Deze had je ook weer in een aantal kleuren. Ik heb de kleur Nectar. Ik ben voor een beetje een nude kleurtje gegaan. Super aparte verpakking, want hij schijnt helemaal door. Hij is helemaal clear, zien we dit? Oeh, hij is best wel oranje. I like it. Ik vind de kleur best wel... Het is een beetje een aparte oranje nude kleur of zo. Maar ik vind het echt mooi met de look van vandaag. Al moet ik zeggen, de look van vandaag is zo neutraal dat elke lipkleur erbij past. Maar dit vind ik wel leuk. Het is nude, maar toch wel soort van apart, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij breekt ook echt super creamy aan en zo. En super gepigmenteerd. Ja, ik vind dat echt fijn. I like it. En dan zijn we klaar, jongens. Dit was het. Ik ga nog wel even wat fixing spray sprayen. Ik gebruik mijn Ready Set Glow Fixing Spray van W7 in de kleur Rose Gold.
Oké, mensen, dit was het dan. Dit was mijn full face met de goedkoopste make-up van Douglas. Het ging echt super, super goed. Ondanks een paar missers hier en daar, niet heel veel, maar een paar, is het echt super goed gegaan. Ik ben echt heel blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. Echt super glowy. Die highlighter is echt way too much. Ik zal nog heel even snel vertellen wat ik nou van alles vind. Deze lipstick vind ik echt top. Vooral voor de super, super lage prijs. Haal hem gewoon in elke kleur en dan heb je gewoon een leuke lipstick. Ik denk alleen niet dat hij heel lang goed blijft zitten op mijn lippen. Want het is gewoon een creamy lipstick, dus je moet hem wel meenemen in je tas. De bronzer vond ik ook wel best oké. Er is wel echt maar één kleur, dus het moet maar net matchen met jouw huidskleur. Maar het ziet er gewoon best wel goed uit op mijn gezicht. Deze highlighter, ik wist het al, maar hij is echt super heftig. En ik ben best wel blij dat ik hem weer heb. Ik weet niet waarom ik hem heb weggedaan, want ik vind hem echt prachtig. Dus deze gaat weer terug in mijn stash. Deze Elf eyeliner is echt amazing. Echt super mooi, super zwart. I love it. Hij bracht ook heel fijn aan. Deze mascara is echt helemaal niks. Die deed echt helemaal niks voor mijn wimpers. En ik heb al slechte wimpers, dus qua mascara's moet ik altijd hele goede hebben. En dit doet echt niks. Oké, dan ga ik verder met de poeder. De poeder is gewoon heel erg fijn. Die had ik al, dus die wist ik al. Deze poeder is gewoon heel fijn. De paletje is ook echt top hier voor slechts 4 euro. Super fijn, super handig. Deze is ook echt super fijn voor gewoon zo'n soft look. Heel erg mooi. En voor de wat meer heftigere looks kun je ook gaan voor deze. Maar er zijn nog ook een heleboel andere kleurtjes. Dus deze zijn ook heel fijn. Ja, deze Benecos concealer stick. Nee. Gewoon nee. Deze ook echt toppie. Deze foundations. Ik heb hem al een tijd. En ik vind hem echt heel fijn. Volledige dekking. Heel mooi op de huid. Helemaal geen plamuurlaag of zo, zeg maar. Dus heel erg fijn. En ik mix dus deze twee kleuren. Dus als je een beetje mijn huidskleur hebt, dan kun jij mixen. En deze blush. Ja, het is heftig. Ik vind het wel mooi. Maar ik hou van heftig. Maar ik vind het iets...